James Cook, ja. Durf jij vannacht zo gaan slapen naast Dorian? Ja, ik trok net een selfie met iemand en ik zag dan pas dat ik nog altijd zo geschminkt was, inderdaad. Dus ik ga mij straks vlug ontschminken, want ik denk dat hij aan mannen zo'n ongeluk verschiet. Of hij heeft het misschien net graag. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zal straks een keer een foto naar hem sturen en vragen, hou ik het aan of doe ik het af? Hè? James, wat vond je van de dans vanavond, van de commentaren? Van onze dans of van alle dansen? Van onze dans. Ik was echt wel tevreden. We hebben keihard gewerkt, echt keihard gewerkt. En ik voelde ook zo, ja, Björk zei dat, van ja, je moet me voelen. En ik voelde ook van, oké, dit zit goed. En het voelde ook wel goed. Ik kan soms na een dans iets hebben van, oei, het was het niet volledig. Hopelijk hebben ze het niet gezien of zo. Maar nu voelde het echt lekker. Björk, ik kan me voorstellen dat hij afgelopen week enorm geklaagd en gezaagd heeft. Zeg. Ja, klopt. Dat kan niet... Dat kan niet goed. Pijntjes en dingetjes. Ja, maar dan heb ik het vooral over het feit dat hij twee vrouwen moet optillen. Dat lijkt me toch niet zo evident. Nee, dat was een leuke uitdaging eigenlijk. Maar het is hem gelukt. Hij heeft het gedaan. Hij heeft het gewoon geflikt. James, heb je haar gek verklaard toen ze met het idee afkwam? Ja, helemaal. Ik zei van, nee, Björkie, kom, een lift is al moeilijk, nu nog een dubbele lift. Het is gewoon gewicht natuurlijk. Hè. Je moet het gewoon kunnen optillen en dan nog een keer alsof dat niet zo zwaar is. Terwijl dat wel wat zwaar was, maar ik heb inderdaad geklaagd, zeker en vast. Het is volgens mij echt niet makkelijk. Nee, en het is ook, je moet zorgen dat zij zich ook veilig voelen. Dat is het vooral, hè? Want mensen denken waarschijnlijk oh, gewoon wat opheffen, maar ze moet echt ook goed zitten, zodat ze niet eraf schuift en zo. Ja. En was dit nu jouw eerste trio met twee vrouwen? Wat een vraag, wat een vraag. Was het mijn eerste trio met twee vrouwen? Ja, dit was... Wacht, hè? Ja? Toch een keer denken. Hè? Ja, dit was mijn eerste trio met twee vrouwen. We hebben het erover gehad ook. Ja. Nee. Smaakt het naar meer? Smaakt het naar meer? Zeg alsjeblieft, wat voor vragen. Nee, ik heb mijn kant gekozen en ik ben heel blij met mijn man. En laat het ons maar op ons twee houden. James, er is vandaag weer afscheid genomen van iemand van Peter. Was dit voor jou zwaar? Afscheid nemen? Altijd als ik naar zulke televisieshows kijk, denk ik altijd van, allee mannetjes. Die staan nu allemaal te wenen. Als er iemand naar huis gaat, je hebt dat bij al die afvallingsshows. Maar ik snap het volledig. Ik stond hier ook. We stonden hier allebei ook zo met tranen in onze ogen en wat te huilen. Omdat je groeit heel rap naar elkaar toe. Je beleeft het met een groep echt. En je wordt heel rap familie. Dan doet het pijn als je ziet dat Laura en Peter daar ook heel veel pijn van hebben. Want het is zwaar, maar we zoeken allemaal steun bij elkaar. En ik vind het heel jammer dat we afscheid moeten nemen van Laura en Peter, zeker en vast. Björk, heb je volgende week iets speciaals voor hem in petto? Nog niks vertellen, hè Björk? Jazeker. Ja, maar je mag nog niks vertellen, hè? Helaas. Weet jij het al? Nee. Dus mag ik zeker nog niet tegen jou vertellen. Ik weet wel, mag ik dat al vertellen, dat het wel het thema is? Dat weet ik niet. Oké, dat ook niet wat je dan mag vertellen. Ik zal het maar niet vertellen, zeker, want anders krijg ik onder mijn voeten.